Weet je, ik kom uit Syrië en heb ik ook de oorlog meegemaakt. Dan weet ik, dat heb je soms echt nodig. Elektriciteit, water en wat anders. Ja, dat en hoe ging dat dan, als ik zo mag vragen aan u? Ja, er ging één keer gewoon geen gas hebben, gewoon door alle stroom gewoon valt uit en dan één keer gewoon geen water en allemaal niks. Dan moet je alles kopen, echt waar. Die water moet je kopen, elektriciteit zit je zonder elektriciteit, verwarming of iets. Ja, dat soms vervelend was. En konden jullie wel alles krijgen of kopen wat je nodig had in die situatie? Nee, qua gas, ja, dat kan je kopen, maar het wordt in één keer gewoon heel duur. Ja. Want dat is geen gas meer, dat wordt heel duur. En qua water moet je wel kopen, ja. Genoeg eten en drinken in huis. Wij hebben een radio die nog op batterijen kan. Ik heb lucifers, kaarsen. Dus u bent eigenlijk helemaal op de hoogte? Ja, dat hoop ik. Maar welke crisis, dat weet je niet. Ja, dat is de vraag. Ja. Wat is een crisissituatie? Ja, dat is lastig. Nou, ik denk dat met hoe de wereld op het moment in elkaar steekt, dat wij tegenwoordig wel voldoende middelen hebben om de eerste dagen door te komen. En het is ook maar net hoe u er zelf mee omgaat. Zoals wij hebben bijvoorbeeld onze eigen veden lopen, we hebben onze eigen moestuin. En op die manier kun je er wel voor zorgen dat mocht er iets losbreken, dat je gewoon zelf je middelen hebt om door te kunnen gaan. Rijst en aardappelen kun je niet doen, want dat verrot. Nee, ik zou niet weten. Vindt u de oproep zinvol die men heeft gedaan om een soort Noodpakket samen te stellen? Ja, denk ik wel. Nou nee, absoluut nog niet. Dat, wij weten ook helemaal niet wat een crisis is eigenlijk, denk ik. Nee, wat kunnen we ons voorstellen bij een crisissituatie? Je weet het in deze tijd tegenwoordig. Dus, zeker, want verwarming, licht, water, radio, kan zomaar uitvallen. Op accu, of op batterijen dan, een beetje eten achter de hand, dat kan allemaal uitvallen. Klopt. Heeft u ook al over zoiets nagedacht? Ja, maar ik wil eigenlijk niet in angst leven, dus... twijfel of ik dat überhaupt wel ga doen. Ik denk, een radiootje met een batterij kan misschien wel heel handig zijn, maar ik ga niet van allerhande dingen in huis halen extra. Nee, was ik eigenlijk niet van plan. U laat zich niet leiden door angst, maar door vertrouwen? Ja, dat ja. Daar denken we eigenlijk niet over na als jongere mensen, denk ik. Nou, denk misschien dat geldt ouderen... het ook wel voor oudere mensen. Ja, dat kan ook. Maar ik denk dat oudere mensen daar meer over nadenken, aangezien ze misschien de oorlog hebben meegemaakt. En dat hebben wij natuurlijk niet. Ik stel die vraag omdat het advies vanuit de hogere kringen is, om het zo maar eens te zeggen, om een Noodpakket samen te stellen. Moeten we dat zelf doen? Of? Water kopen, lucifers, misschien wat kaarsen. Dat. En als u aan verwarming of verlichting denkt? Ja, dat zijn de kaarsen voor u. En verwarming? Ja, als dat uitvalt, dan is het gebeurd. Ja. Nou, niet echt, nee. Maar ik heb wel genoeg in huis. Dat ik denk, ik kan wel 14 dagen doorleven zonder dat ik moet winkelen. Ja. Nou hebben wij het geluk, we hebben een grote tuin en we hebben 2 hele grote regentonnen. Dus we hebben echt water, kunnen wij heel lang mee verder. Zeker 14 dagen, want dat zijn echt hele grote tonnen. En het licht, vaccinelichtjes moet je maar in huis hebben. En wij hebben, zal ik u even vertellen, ik kom uit Haaksbergen. En we hebben dus voor een aantal jaren terug, hebben wij 3 dagen zonder stroom gezeten. En toen hebben wij een generator aangeschaft. Dus wij komen een redelijk stukje verder. Ja. Dus u heeft al een klein beetje geleerd om met beperkingen om te gaan? Ja, precies. Ja. Ja, nee. U heeft er nog niet over nagedacht? Nee. Heb je gewoon verschillende soort mensen met gewoon, die hebben geld. Dan heb je gewoon mensen die zijn arm, die kunnen ook niet kopen. En hoe ging dat met eten koken bijvoorbeeld? Ja, alles was lastig. Ook met brood, had geen brood. Een tijdje had hij geen brood. En, dus dan aten jullie gewoon niks? Niks, kan ik niet zeggen, omdat we hebben een soort van een niet noodpakket, maar we hebben wel gewoon een, bonen of die soort dingen. Zeg maar, of iets, een soort voorraadjes. Ja. Is het een verstandig idee om over een Noodpakket na te denken? Ja, dat heb ik al wel gedaan, maar ik weet niet of het zin heeft. Nou ja, meestal onderschatten we de noodzaak ertoe, omdat we denken, ach, we hebben verwarming, we kunnen koken, er is licht, we hebben water. Maar dat kan plotseling allemaal niet meer aan de orde zijn. Ja, u hebt ook gelijk, dat is ook zo. Ja. Maar ja, dan ben ik een van de velen die het dus denk ik niet in orde heeft. Dus is het zinvol om daar eens op een decemberavond over na te denken? Ja, ga ik doen. Ja, daar ben ik wel voor plan. Ja, weet je, het blijft ongewis. Maar ik wil me eigenlijk niet bang laten maken. Ik wil gewoon inderdaad leven in vertrouwen. En ja, dus ik wil er niet zo mee bezig zijn. Nee. Kun je Syrië vergelijken met Nederland in het geval van noodsituaties? Noodsituaties, ja, weet je, in Syrië komt de oorlog, maar hier weet niet wat krijgt. Maar ik denk dat je niet altijd vanuit angst moet gaan leven. Ja. Dus uw advies is eigenlijk gewoon dicht bij jezelf blijven? Ja, en vooral niet in angst gaan leven.